Normaal gesproken staat Arjan de Vries voor de groep, maar vandaag ben jij dat. Ja, samen met John Hopstaak hebben wij vanaf deze hele week getraind. En dan zouden we vandaag de begeleiding doen van het eerste. En maandag is Arjan de Vries weer terug. Ja, vandaag finale van de na-competitie tegen Sleerwijk. Eerste helft zat Fury niet helemaal mee, laat ik zo zeggen. Tweede helft ging goed Fury. Ja, de eerste helft begonnen we eigenlijk een beetje slap aan het begin. We kwamen ook door een uitbal op 1-0 achter. Toen hadden we een tussenstuk waar we echt het spel dicteerden, vond ik. We hadden ook aardig wat mogelijkheden. Discutabele beslissing door de scheidsrechter, wel of geen buitenspel. En toen een onachtzaamheidje achterin, werd het toch 2-0. En de tweede helft hebben we het goed opgepakt, iets meer druk naar voren gedaan. En nou, mooi 2-2, dus maandag kunnen we er goed verder, denk ik. Nee, absoluut niet. We hadden geen reuter klagen. We komen twee keer goed uit en twee keer scoren we fantastisch. En dan zie je toch dat je, als je vroeg op voorsprong komt, dat je lekker voetbalt. En dan hoop je dat je in de rust dingen nog wat scherp kan houden. Maar dan zie je toch dat je in de tweede helft eerst toch een andere wedstrijd is. Een andere wedstrijd wordt. Ja, want tweede helft geven jullie het helemaal weg. Ja, na 10 minuten geven we hem weg. Ja, absoluut. En niet meer durven voetballen, niet meer druk vooruit kunnen zetten. En dan kan je wel aan de kant gaan lopen schreeuwen, maar ja, zo'n trainer ben ik ook niet. Je moet wel reëel zijn. Kijk, Harnik zat gewoon een goede ploeg. En als we ze laten voetballen, ja, dan komen ze best wel goed uit de voeten. En heb je kansen gezien van maandag? Oh, maandag wordt lastig. Kijk, we spelen op een andere ondergrond. Grasveld, we hebben allebei er wel moeite mee, denk ik. Maar ja, het gaat om wie het meest brutaal is, die wint dat potje. En wie het meest durft, ja, die gaat er met de winst vandoor in mijn ogen. Ja, dan zou het mooi zijn als ze gepromoveren. Nee, absoluut. Ik ga er nog steeds vanuit dat wij de kans maken. Ook daar hebben wij kans. En we gaan het maandag zien. We gaan nu even kijken, even de wonden likken. En dan maandag weer de jongens weer prepareren. En dan het laatste potje van het seizoen maken.